Hallo beste kijkers, het is 31 augustus 2022 en ik ben nog steeds op Skiathos en wel aan de zuidelijke kant van het eiland, in Kukunari, bushalte 23. En op dit stukje staan wat verlaten gebouwen. Zoals je kan zien is er een hotel geweest. En wat ik van heb horen zeggen is dat de zaken tijdens de coronatijd behoorlijk slecht gingen. En dat daardoor deze ondernemers het hier niet redden. Inmiddels gaat de economie weer verder en is hier vlakbij een groot strand. Enorm druk. Het is hier niets van te zien, maar achter de bomen daar, het bos, daar is dat strand. En daar heb ik ook een video van gemaakt, van dat strand. Dus kijk even op dit kanaal. En vandaag ga ik even een wandelingetje maken hier in dit stukje rustige gebied. Het is vandaag rond de 30 graden. En zoals ik in de andere video's ook verteld heb, Skiathos ligt aan de oostkant van het vasteland van Griekenland. Hemelsbreed, niet zo heel ver van de hoofdstad Athene. En ik ben nu dus aan de zuidkant van Skiathos. Skiathos is een klein eiland met een mooie hoofdstad, Skiathosstad. En ook een mooie natuur. Er komt een quad aan, ik zal even aan de kant gaan. Aan de zuidkant daar kun je nog aardig goed rijden met de auto vanuit de hoofdstad, zo langs de zuidkust op. En wil je naar het noorden gaan, is het een beetje een ander verhaal. Daar is een gewone auto niet zo geschikt voor. Dus dan kan je beter, zeg ik, neem een scooter of een quad. Komt toevallig weer een scooter voorbij. Redelijk druk nu. Ik denk, ik loop een stil laantje in, maar er komt al een kwart en een scooter voorbij. Dus de wegen zijn zodanig, er loopt wel een verharde weg naar het noorden, maar ook met een gewone auto niet lekker te bereiden. Vooral ook omdat de heuvels behoorlijk steil zijn. En niet alles is verhard. Dus een quad, een scooter of misschien een vierwiel drive, een jeep, dat gaat beter. Oh jee, ze vallen om met de scooter. Zo. Everything oké? Okay? Horen me niet waarschijnlijk. Maar het ziet er goed uit. Geen lichamelijke beschadigingen. Naald of een helm op, mensen horen je niet. Ze zouden eigenlijk helmen moeten uitvinden met een paar gaatjes bij de oren, dat je toch meer van de omgeving hoort.
Skiathos is een klein eiland. Als je van rust en luieren hoort en houdt. En houdt van mooie stranden. Dan kan je je een tijdje vermaken. Wil je wat meemaken? Wil je wat dingen zien? Dan zou ik zeggen is een week vakantie wel voldoende. Op Skiathos. Een mooie locatie om te verblijven. Mooi in de stilte, in de natuur en toch vlak bij het strand. Op Skiathos heb je ook diverse wandelpaden, dus de echte wandelliefhebber die een beetje ervan houdt om in de heuvels te lopen, die kan hier de hart ophalen. Het stelletje met de scooter staat verderop te praten, dus daar gaat het goed mee zo te zien. Die reed hier het zandpad op en vielen om. Het is ook heel mulzand hier. Nou, het is behoorlijk los zand. Ik heb zo'n idee dat ik op de strand loop van Nederland. Joh. Het is één recht pad. Dat is ook wel mooi, want dan kan ik niet verdwalen. Hoewel ik wel bestop 23 in mijn navigatie heb staan, dus ik kom altijd wel terug op de plek.
hier staat een ton met water. En deze is ervoor bedoeld als je een brandje ziet of je maakt een brandje om gelijk even te blussen. En 112 te bellen. Of een 24270211199 telefoonnummer. Dat is wel een goed initiatief. Er is toch wel heel wat brand geweest in Griekenland dit jaar en vooral vorig jaar, 2021. En iets verderop zie ik nog zo'n ton staan. Om de zoveel dagen zullen ze die ton wel vullen. En daar is er weer eentje. Helemaal vol met water. Ja, om ongeveer 50 meter staat dus een ton. Ja, als je een beginnend brandje meteen kan blussen, dan voorkom je een hoop ellende. Want meestal als je wacht, wegrent of de brandweer belt, ben je vaak al te laat. Dan is het al gauw verspreid. Het is droog, windje erover en je hebt zo een hectare in brand staan.
Morning. 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 Ik vind het een heel mooi bos. Ook de kleur groen van die bomen. Hier staan geen tonnen met water meer. Ik kan het niet verklaren. Misschien dat ik nu meer aan de buitenkant van het bos kom. Oh, nou. Daar staat er eentje, toch nog. Nu op een grotere afstand dan 50 meter. To the beach, Agistos. Welkom to Elias Bay, snackbar. En hier staat: smoking is prohibited in the forest area. Any form of litter is strictly forbidden. Thank you for keeping the beaches and the environment clean, Creators Frontier Organizations. Een vrijwilligersorganisatie houdt de boel hier op orde. Rook is hier verboden, dus. Maar goed ook. Dan komt de auto langs, even aan de kant gaan. Zodat ook niet onder stof komt. Hallo. Er zit een meneer in die auto, die heeft het kapsel van Catweasel. Voor diegenen die Catweasel nog kennen. Vroeger was dat een tovenaar die op televisie was.
Hier is een kleine parkeerplaats. In ieder geval een stukje bos wat als parkeerplaats wordt gebruikt. Even voorzichtig lopen hier, dat ik niet naar beneden glij. Ik voel hier al wat meer wind. Dus het lijkt erop of we bij wat water terechtkomen. En inderdaad, dan weet ik het niet exact, maar ik vermoed dat ik nu een beetje aan de westkant van Skiathos zit, dus zuidwesten. Prachtige blauwe water.
staat hier een aardige bries. Maar het is wel lekker met deze temperatuur. Dit zijn dan de bossen waar ik doorheen gekomen ben. Dat is de snackbar Manoraki Elias Beach Snackbar. Nou, dit ziet er anders uit dan het Nederlandse helmgras. Nou, beste kijkers, dit is een mooi moment, een mooi punt om deze video te beëindigen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. En graag tot de volgende keer.